We hebben het ook heel vaak over L'Oréal gehad. Altijd een duur aandeel. Ja, ja, kopen maar niet. Het is een KW van 40 plus 50. Maar elk jaar stijgt die koers verder. Dus ja, komt er een keer een dip, dan sta je nog altijd hoger dan... Ja, klopt, want in de mondiale financiële crisis hebben we bij de S&P 500 666 bereikt. Die stand gaan we nooit meer halen. Ja, beste beleggers, het is donderdag 12 september. In de week waarin de EU bepaalde dat Apple 13 miljard euro extra belasting moet betalen aan Ierland... en OSI de verkoop bekendmaakte van de belangrijke methanoldivisie... staat de AEX op 896 en de S&P 500 op 5563 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis. There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter or cheat. I don't cheat. Beleggersbelangen presenteert Voorkennis. Ja, beste beleggers, u hoort en ziet een iets andere ambiance dan normaal. Want we zitten hier voor het eerst live met de podcast op het Beleef-event in Utrecht. Dus wat achtergrondgeluid. Ik ben Johan Brinkman. Ik zit hier met mijn collega's Menno van Hoven en Karel Merks. Menno zal ons bijpraten over de laatste ontwikkelingen en mutaties in de door hem beheerde dividendportefeuille. Karel zal ons onderwijzen in de belangrijkste lessen uit meer dan 400 jaar aandelengeschiedenis. Tot slot behandelen we ook enkele leuke en interessante lezersvragen. Maar zoals altijd, we beginnen met terugblikken. Karel, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen? Hoe slecht de Chinese beurs er wel niet voor staat, Johan. De Chinese beurs? Ja, klopt. Dus afgelopen nacht bereikte de CSI 300. Het zijn de 300 grootste aandelen in China. De laagste stand van de afgelopen 5 jaar. Dus de Chinese aandelen blijven alleen maar dalen. En sinds 2021 hebben deze aandelen 50% verloren. En ze zijn nu voor dezelfde indexstand te kopen als in 2009 ook al mogelijk was. Dus wat zijn in, dat is het, 11 plus 4 in 15 jaar in China helemaal niks opgeschoten. Dat is heel erg bijzonder, omdat de meeste andere aandelenindices wereldwijd honderden procenten hoger staan. Maar China staat dus helemaal niets hoger en blijft maar verder dalen. En daarnaast viel het mij afgelopen week op dat we meerdere nieuwe all-time highs hebben gehad voor zowel goud als frozen orange juice. Goud profiteert van de wereldwijde renteverlagingen, wat traditioneel altijd gunstig is geweest voor goud. En frozen orange juice stijgt heel erg sterk, omdat dit een grondstof is die het zwaarst wordt getroffen door klimaatverandering. En de grootste droogte sinds tientallen jaren in Brazilië heeft de oogst, die toch al heel erg slecht is, nog slechter gemaakt. Dus die blijft maar doorstijgen, Johan. Ja, te kort dag om bij alle drie de onderwerpen stil te staan. Maar ja, China, dat heeft alles te maken met de lage economische groei daar? Ja, klopt. Lage economische groei. De waarderingen van de aandelenmarkt zijn nu in één cijfertje uit te drukken. Dus echt heel erg laag. We hebben dit eerder gezien in de Verenigde Staten in de financiële crisis. We hebben het gezien in Europa toen Draghi zei whatever it takes. En we hebben het in Japan in 2013 gezien. Met Abenomics, alleen de Chinese regering wil maar geen grote steunpakket lanceren. Die denkt, laat de economie maar zichzelf reinigen. En het is echt een hele pijnlijke weg aan het worden. Ja, en luidt een beroemde beleggersuitspraak, buy the dips. Raad je dat in dit geval ook aan met Chinese aandelen? Nee, zeker niet. Ik ben geen fan van Chinese aandelen, met als hoofdreden is dat het steeds verder aan het bewegen is van een kapitalistisch systeem. En ik geloof in een kapitalistisch systeem, dus blijf er maar vanaf. Oké, helder. Menno, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen? Verschillende dingen. Allereerst, dat was, kwam gisteren in het nieuws, bedrijf Campbell Soup, consumer staples aandeel. De naam zegt het al. Bekend. Soepaandeel. Precies, ja. Maar daar willen ze een beetje dus vanaf van dat imago. Dus ze hebben een naamswijziging aangekondigd en vanaf nu wordt het gewoon Campbell. En dat is dus na 155 jaar dat ze dat soep van de naam af gaan halen. En ze doen ook veel meer dan soep tegenwoordig. Ze zijn natuurlijk wel bekend van dat mooie blik met die Andy Warhol tekening. Wat ook in pop art. Exact. Ja. Dus daar zijn ze bekend van, maar daar willen ze nu dus van af. En ze doen ook veel meer. Ze hebben 16 merken. Maken onder meer ook pasta, sauzen, snacks, brood.
drie merken met een omzet van meer dan 1 miljard. Maar ja, op de beurs hebben ze eigenlijk de laatste 10 jaar bijna niks gedaan. Koers is per saldo over 10 jaar 20% gestegen. Ja, dat is natuurlijk helemaal niks. Karel zei net al wat een rendement hij had kunnen behalen de laatste jaren alleen al. En ja, ik denk dat ze met deze wijziging proberen toch meer beleggers te trekken. Maar ja, het is wel een hele lastige sector als je niet de goede producten hebt. Ja, toch een beetje Philips wat de gloeilampen afstoot idee. Ja, nee, absoluut. Het is echt breken met een traditie. Maar ja, dat bracht mij ook op het idee van zijn er meer aandelen. Er zijn er natuurlijk veel meer die recent hun naam hebben gewijzigd. En ja, soms onverklaarbare redenen, hè. Bijvoorbeeld reputatieschade. Nou ja, denk bijvoorbeeld aan Orpea, bejaarden, vastgoed, als ik het zo mag. Of senioren. Ja, seniorenwoningen. Seniorenwoningen, wat was daar ook alweer mee aan de hand, Menno? Ja, allerlei schandalen met mensen die vermeend mishandeld of misschien chargeer ik het nu, maar in ieder geval niet goed zijn behandeld door het personeel. Oké, ja, helder. En ja. Uiteindelijk is dat bedrijf op de beurs gewoon helemaal stuk gegaan. Koers nog een paar centen waard. En nou, die hebben dus bijvoorbeeld hun naam gewijzigd. En ze heten nu, als ik het goed uitspreek, E-Meis schrijf je. En een van de grote sectorgenoten, ja, die is ook helemaal meegesleurd in dat schandaal. En die hebben dus ook hun naam gewijzigd. Dat is het eveneens Franse Corion. En die gaan tegenwoordig door onder de naam Clariaan, als ik het goed. Oké, ze gaan niet echt voor de hele makkelijk uitspreekbare naam, zo echt, te horen. Ja, precies, echt de Franse. Ja, het zijn natuurlijk Franse bedrijven. Ja, ja. Die hebben niet zoveel met. Je gaat jaarlijks naar Frankrijk, Benno. Ik bedoel, jouw Frans is toch vloeiend? Ja, uitspraak was perfect, uiteraard. Dankjewel, Karel. Nee, en zijn natuurlijk nog meer. Het bekendste is Meta. Hè? Dat was natuurlijk Facebook. Dat was eigenlijk het ding wat ze deden. Maar het is door de jaren heen steeds meer bijgekomen qua activiteit. Instagram, WhatsApp. Dus ja, vandaar ook die naamswijziging. En natuurlijk het feit dat ze zich meer op de metaverse zijn gaan richten. En een ander die ik wel goed heb gevolgd de laatste jaar is SeaWorld Entertainment. Daar heb ik ook vaker wat over gezegd in de podcast. Ja, leuk was dat. Ja. En ook die stonden dus jarenlang slecht in het daglicht, als ik het goed in goed Nederlands zo zeg. Vanwege de shows, vooral met de orka's. Waar veel protest tegen was. En ja, dat kleeft toch een beetje aan die naam. Ik ben zelf vorig jaar in Orlando geweest. Het heet wel SeaWorld, maar het is eigenlijk gewoon een pretpark met een paar kleine stukjes met sea life shows, et cetera. Dus eigenlijk is het veel meer een pretparkbedrijf dan een dierenpark. En die heten dus sinds kort United Parks and Resorts. Dus dat is een ander leuk voorbeeld. Binnen de dividendportefeuille is er ook eentje. Toen ik Roper Technologies kocht, toen heten ze Roper Industries. Maar dat is echt een bedrijf wat zich enorm heeft omgeturnd de laatste jaren. Doen nu veel meer met software dan met echt industriële dingen. En vandaar ook die naamswijziging naar Roper Technologies. Het is eigenlijk gewoon van een industrial is het een technologiebedrijf geworden. Dus dat zijn wel leuke voorbeelden. Zeker. Ik heb nog eentje. Dat is een oliebedrijf. Die heette altijd Apache Corp. En die heette nu APA Corp. Ja, het enige wat ik me daarbij kan voorstellen. Apache, Indianen. Het is allemaal niet politiek correct meer. Exact. Nee, dus dat zal ongetwijfeld de reden geweest zijn voor die naamswijziging. Dus ik heb er nog een paar punten. Zeker. Ja, je gaat, Menno. Ik vind het heel erg boeiend om er naar te luisteren. Dus ga door. Heel goed. Ondertussen hebben we een mooie achtergrond. Muziek. Luisteren ook mee. Een andere is natuurlijk Avago. Ik heb het opgeschreven als Avago. Dat is het tickersymbool van Broadcom. Laatste dagen enorm sterk in stijl voor de halfgeleidersector. In Nederland zie je dat met een ASML. En ja, die koersen die waren natuurlijk eigenlijk een beetje te overdreven hard afgestraft. Volgens mij leuk om hier iets heel klein beetje stil te blijven staan, Menno. Want ik las gisteren jouw overzicht van de dividendportefeuille van afgelopen week. En jij zei dat afgelopen week een van de slechtste weken ooit was van de dividendportefeuille. Klopt.
Klopt. Nee, zeker. Gewoon qua rendement. Ik hou het... Ja, maar ik vind het heel erg opvallend. Van, ik bedoel, we hebben natuurlijk wel een schommelende beurs gehad. Maar als ik dan denk, sinds 2011, sinds je bezig bent, al die weken en alles wat er gebeurt. Dus ik had niet verwacht dat de afgelopen 5 dagen of dat die zo slecht zouden zijn. Klopt. Nee, het was bijna 4% op weekbasis. Er zijn wel meer slechte weken, vooral tijdens de coronaperiode. Ja, als je, maar op weekbasis 4% is gewoon heel veel. Het kwam vooral door de sterke weging in halfgeleide aandelen. En inderdaad daarom dat ik dit nu ook naar voren breng. Want, Broadcom is nog steeds de zwaargewicht in dividendportefeuille. Kwamen op zich met hele goede cijfers. Maar ja, de markt verwachtte gewoon een soort Nvidia-achtige, nog beter dan dat het al was. Ja, wat mij betreft een enorm overdreven afstraffing, heb ik ook geschreven. De laatste paar dagen zie je gewoon dat die koers echt iets van 20% weer hersteld is. Dat is wel echt absurd, hè, voor zo'n groot bedrijf. Dus ja. Niet een small cap waar één koper zich de koers kan opdrijven. Hey, dat is het. En als je gewoon puur naar de fundamentals kijkt, heb je gewoon een heel mooi dubbelcijfer groeiend bedrijf. KW van minder dan 30. Dividendrendement zat op een gegeven moment op 1,6%. En dan moet je weten dat dat dividend gewoon elk jaar 15% groeit. En gaat dat ook gewoon de komende jaren zeker blijven doen? Daar heb ik alle vertrouwen in. Ja, dat is gewoon een buitenkansje. Ik bedoel, ASML was ook hard afgekomen. Ja, die zijn min 30 alles bij elkaar. Precies. Maar die is qua koers-winstverhouding en dividendrendement een stuk minder interessant dan een Broadcom. En ook bijvoorbeeld een Lam Research die we gisteren hebben toegevoegd aan de dividendportefeuille. Ja, want je bent nogal wat aan het muteren, maar daar gaan we het straks bij het hoofdonderwerp over hebben. Precies, daar komen we zo terug. Dus ja. Wat mij betreft was het echt een kans. Zeker omdat die sector gewoon op langere termijn hele mooie groeicijfers zal blijven laten zien. Ja. Maar je moet wel de juiste aandelen eruit vissen natuurlijk. Ja, maar daar hebben we jou voor, Menno. En alle andere collega's. Ja. Voor het dividendportefeuille doe jij dat samen met Stefan Hendricks? Ja, absoluut. Ja. Dus deze week hebben we ook meerdere keren overlegd. ASML is ook nog voorbij gekomen. Uiteindelijk hebben we gekozen voor LAM. En ik durf wel te stellen dat we in de dividendportefeuille op dit moment de vier mooiste halfgeleide aandelen in de Verenigde Staten. Dat de vier mooiste halfgeleide aandelen zitten er allemaal in. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja. Schrijf het op, die denkt, we hebben de titel van vandaag. Dat is ook een belofte, hè, aan de mensen die blijven luisteren. Nee, maar hartstikke mooi, Menno. Je legt de lat niet laag voor jezelf. Zo zie ik het ook echt. Dus het is geen PR-praatje. Het is gewoon zoals ik het zie. Dus ja. En wij ook. We staan achter je, Menno. Absoluut. Een ander puntje. Gisteren was het volgens mij Rentokil Initial. Is ook een paar keer voorbij gekomen in de podcast. Klapte 20% in elkaar. Dat is natuurlijk de gecombineerde ongedierte bestrijder persoonlijke of althans hygiënebedrijf uit het Verenigd Koninkrijk. Ze rapporteerden een zwakkere omzet in de VS. Is hun grootste markt. Rollins is het betere aandeel. We zijn ongeveer even groot qua marktaandeel. Rollins doet het wel heel goed daar. Maar dat Rentokil doet al de derde winstwaarschuwing dit jaar. En voor de derde keer klapt die koers enorm in. En ik wil niet zeggen het grappige, maar wel heel opvallend is dat de welbekende activistische belegger Nelson Peltz, die had in juni een grote positie genomen in Rentokil. Natuurlijk door die koersdaling. Hij zag kansen om dat te verbeteren. Nou, die krijgt nu dus ook echt het deksel op zijn neus. Die zal er niet blij mee zijn. Dat is wel een markt die heel erg in beweging is. En daaruit blijkt ook wel weer, je kunt in een goede business zitten, maar je moet wel de goede aandelen hebben. Want ook al zit je in een goede markt, je kunt het toch verkloten als ik het zo... Ja, en ook als je Nelson Peltz heet, zit je er wel eens naast. Precies. Ja. Ik wil niet zeggen dat het uiteindelijk goed komt, maar... Nee, want hij zit er nog wel in. Ja, Ik heb geen berichten dat hij er ondertussen... Maar je moet er altijd 3 maanden op wachten. Want één keer per kwartaal moeten we bij de SEC inleveren welke Amerikaanse aandelen je hebt als je geloof ik meer dan zoveel miljoen hebt. Ja. Nee, dat kan niet onder de radar. Dat, nee, helder. Klopt. Oké. Nog eentje, Menno? Ja, nog een aandeel. Ook een extreme koersbeweging. Gisteren was dat ook. Het bedrijf heet The Children's Place. Volg ik eigenlijk al een tijdje. Niet heel actief. Maar ik zie het af en toe wel voorbij komen.
pakweg een jaar of 10 of zo begonnen ze met dividend betalen. Ging elk jaar heel mooi omhoog. Nou ja, dan heb je mijn aandacht. Maar dit is een van die grote coronaslachtoffers. Tot 2019 betaalden ze een mooi groeiend dividend. Daarna is het dividend geschrapt. Beurskoers is echt gedecimeerd van dit bedrijf. Wat doen ze? Ook wel handig om te zeggen. Ze verkopen kleding voor baby's, peuters en preteens, zoals ze dat zo mooi noemen, in ruim 500 winkels in de Verenigde Staten. En ja, dit is gewoon een bedrijf waarbij de omzet onder druk staat, marges onder druk. Aandeel was slachtoffer of ten prooi gevallen aan short sellers die het aandeel dit jaar, ja, zelfs met gisteren plus 90% staat het nog min 60%. Dus het zegt wel. En dat het gisteren plus 90 ging? Plus 90%. Nee, okay. Bijna verdubbeld. Naar, ja, iets beter. En dan moet je nagaan, plus 90% op een nieuwsbericht dat de omzet met slechts 7,2% daalde in het laatste kwartaal. Dus dan weet je wel hoe slecht het is. Ja, ja. Marges verbeterden wel en daar reageerde de markt op. Maar het belangrijkste hier natuurlijk, al die short sellers, die zitten gewoon scheef. Dus die vallen over elkaar heen om die stukken terug te kopen. En volgens mij was het gisteren ook een van de meest verhandelde aandelen op de beurs in New York. En ja, dan kun je dus van die enorme uitslagen krijgen. Bizar, maar als je gewoon fundamenteel kijkt, gaat het gewoon niet goed met dit bedrijf. Dan heb ik er nog eentje. Ja, Menno. Collega Jeff die heeft het al deze week besproken. Volgens mij in een artikel over offensieve portefeuille. Gaat over het aandeel Dieteren. Ja. Onder meer bekend van Carglass. Er zijn nog meer activiteiten. Ik ben niet echt een Dieteren-expert. Jeff is het natuurlijk wel. En die kondigde van de week ineens verrassend aan dat ze een superdividend gaan uitkeren van €74 per aandeel. Beleggers waren daar niet blij mee, want wat ik ervan begrepen heb is dat ze dat puur doen om de familiaire aandeelhoudersstructuur, om daar wat wijzigingen in aan te brengen. Zodat iemand wilde uit en iemand wil een groter belang. En dit is voor hun de manier. Maar wat ze dus doen is dat superdividend, daar wordt schuld voor uitgegeven. Dus ze gaan eigenlijk geld lenen om dat dividend te betalen. Om die onderlinge aandeelhoudersbelangen te kunnen wijzigen. En als particuliere belegger, en ja, wat dat betreft, ik denk dat Jeff heel goed gehandeld heeft door het uit de offensief portefeuille te gooien. Ja, ja, we gaan zijn analyse daarover in de show notes zetten. Precies, want twee dagen daarna, ik keek vanmorgen nog even, was het weer lager. Dus het zakt gewoon hard weg. En het is bizar, want ik ken Dieteren natuurlijk vanwege dividends. Een van de mooiste Belgische dividendaandelen. Gewoon met een heel mooi groeiend dividend de laatste jaren. Extreem versnelling van de dividendgroei. Ja, en nu gaan ze dus gewoon schuld ophalen met de mededeling. Ja, een deel van die schuld die gaan we binnen 2 jaar terugbetalen uit onze sterke cashflow. Ja, en ik wil gewoon uit die sterke cashflow dividend hebben. Exact. Ja, ik vraag me af wat daarmee gaat gebeuren nu de komende jaren. Ja, ik kan me niet voorstellen dat ze aan die groei doorgaan van de laatste jaren. Dus als aandeelhouder, en dan kijk je ook naar de schuldratio, die komt echt extreem hoog te liggen. Ja. Net debt EBITDA, standaard is een beetje 3, daaronder is goed. Volgens mij komen ze op 6, 7 of zo, als het niet nog meer is. Ja, ja, het is gewoon niet uit te leggen aan de gewone aandeelhouder. België stond op zijn kop, begreep ik van onze Brusselse collega's. Dus, precies, maar nogmaals, ik ben geen expert in het aandeel. Nee, maar daarom zet het het stuk ook in de show notes. Precies, ik denk wel dat het consequenties gaat hebben ook voor dividend, het gewone dividend de komende jaren. Ja. Dus jammer. Oké, we gaan naar het eerste hoofdonderwerp. Voor kennis. Ja, en je hebt al een aantal mooie bruggetjes geslagen, Menno. De door jou beheerde dividendportefeuille. Wie kent hem niet? Nou, er zijn vast een paar luisteraars die hem niet kennen. Introduceer hem even in 2 zinnen en vertel dan nu en daarna wat er mee aan de hand is. Ja, dividendportefeuille. 13 jaar geleden begonnen met, ik ga gewoon een stukje terug in de historie hoor, gelijk. Met destijds 25 aandelen met een weging van 4%. En het doel was gewoon om een jaarlijks groeiend dividend uit die portefeuille te genereren. Dat dividend elke keer te herbeleggen. En dan voor de lange termijn zo groot mogelijk totaalrendement te realiseren.
Dus niet voor de korte winst of voor de dividenduitkering, maar puur dat dividend wat elk jaar groeit, normaal gesproken, om dat te herbeleggen. En als je dat lang genoeg doet, ja, dan kun je tot hele mooie totaalrendementen komen. En het leuke is, we zijn nu, en dat was toevallig volgens mij, ja, 6 september was het precies 13 jaar geleden dat ik hem ben gestart. En ja, inmiddels zit je op ruim 400% rendement. En dan zie je ook, zeker al ga je echt naar de individuele aandelen kijken, Parker Hannifin, Microsoft, dan zie je dat door dat continu herbeleggen van het dividend, hoe enorm die sneeuwbal gaat rollen, juist door er zo lang in te blijven zitten. En als dat dividend elk jaar omhoog gaat en je herinvesteert dat weer, dan kun je uiteindelijk een enorm mooi totaalrendement. Ja, dus geen rente op rente, maar dividend op dividend. Daar exact, komt het neer. Ja. Ja. Het compounding effect. En ja, als je, hoe langer je beleggingshorizon, hoe groter jouw totaalrendement daarmee wordt. En dat werkt gewoon echt. Je moet er alleen heel veel geduld voor hebben. En na 13 jaar loopt dat aardig. Maar het is natuurlijk nooit te laat om. Je moet altijd scherp blijven. Laat ik het zo zeggen. Je zei vorige week de slechtste week sinds de start. Vorige maand al een paar mutaties gedaan, nu een paar mutaties aangekondigd. Ja. Waarom die mutaties? Het belangrijkste is, de doelstelling is altijd geweest, een minimale jaarlijkse dividendgroei van pakweg 7-8%. In de praktijk zitten we daar ruim. Want ik doe het natuurlijk met Stefan samen. Stefan Hendricks, zitten we daar ver boven. Alleen, ja, je hebt elk jaar wel een paar aandelen die om de een of andere reden afhaken qua dividendgroei. Meestal kijk ik er nog wel 1 of 2 jaar aan in de hoop dat ze het weer oppakken. Maar soms gebeurt dat niet. En er zijn natuurlijk genoeg andere aandelen die wel goed blijven scoren met dividendgroei. En uiteindelijk... Ga je dan gewoon kijken naar vervangers en haal je de zwakke broertjes eruit. En dan ga je kijken naar betere aandelen die vooral ook naar de toekomst toe dat dividend het liefst met dubbele cijfers blijven verhogen. Want feit is gewoon dat uiteindelijk de koers van een aandeel de ontwikkeling van het dividend volgt. En ik heb daar ook een heel leuk voorbeeld van. Het aandeel ASML. Ik heb gekeken wat heeft dat nou gedaan qua koers de laatste 10 jaar en qua dividendontwikkeling. Nou, hebben jullie een idee op 10 jaars basis ongeveer wat je aan koerswinst had kunnen realiseren met ASML over de laatste 10 jaar? Jij mag eerst, Johan. Nou, ja, snel een paar 100%, denk ik. Zeker. Ja. 1.500. Ja, jullie zitten allebei in de buurt. Het is precies 900%. Oké, laatste 10 jaar. Ja, iets meer dan ruim 10 jaar tijd. Ja, ja. Maar ga je nou kijken wat het dividend heeft gedaan over precies diezelfde periode? 900%. Juist, helemaal, precies 900%. Dus ja, weet je, het is natuurlijk bizar toeval. Maar het is wel gewoon hoe het in de praktijk werkt. En wat je eigenlijk ziet is dat bedrijven die dividend hard verhogen, dat die qua koers zelfs nog beter gaan. En ja, een goed voorbeeld daarvan is een van de jongste aankopen, Lam Research. Wat dus over de laatste 10 jaar 1250% koersrendement heeft gerealiseerd. En het dividend steeg over die periode met 1180%. Dat is dus een van de nieuwe aankopen. Een nog beter voorbeeld is Broadcom. En al deze aandelen die zitten dus gewoon echt bij de top 10 beste dividendaandelen van de laatste 10 jaar in de Verenigde Staten. Broadcom, de beurskoers is 2500% opgelopen. Is na Nvidia echt een van de allerbeste aandelen over het laatste decennium wat je had kunnen hebben. Maar wat heeft dividend gedaan? Plus 1400%. Nou, plus 1400% is echt extreem. Dan zit je ook echt gewoon in de top 10, top 15 van de grootste dividendverhogingen over die periode. En dan zie je dus dat die beurskoers gewoon nog sterker stijgt dan dat dividend. Bij Broadcom valt het ook deels te verklaren, omdat het in de beginjaren toch een vrij saai bedrijf was met altijd een relatief hoog dividendrendement. En die hebben zich ook omgevormd, zijn van alleen halfgeleiders, een aantal hele grote overnames gedaan. Is tegenwoordig ook zakelijke software is een groot deel van hun business. En ze profiteren nu natuurlijk heel erg van die hele AI-boom. Dat is hun sterkste groeiende
divisie. En ja, dan zie je dus ook net een beetje bij Nvidia eigenlijk een versnelling van de beurskoers de laatste jaren. En dan kun je op dit soort bizarre totaalrendementen uitkomen. En wat ik al zei, Broadcom, de laatste dagen na die cijfers enorm had gedaald. En dat is dus echt zo'n typisch buy the dip voorbeeld waar je van moet profiteren. Ik zat op het punt om voor de dividendportefeuille een klein stukje winst te nemen, maar toen die 10% in elkaar klapte naar die cijfers. Ja, komt vast nog wel weer een kans. Ja. Zeker. Het is even goed om erbij te vertellen voor de luisteraars. Moet ook dat Menno in vrijwel alle aandelen in de dividendportefeuille ook zelf privé belegt. De Amerikaanse. Nou, dan moet ik gelijk ook even bijzeggen dat ik dat in zekere zin ook doe. Alleen dan niet in zoveel individuele aandelen als Menno, maar via het beleggersbelangen dividend groeifonds. Want dat is ook wel leuk om te melden voor de mensen die dat nog niet weten. Dat sinds een paar jaar met één druk op de knop in deze fondsen die Menno, die in de voorbeeldportefeuille zitten. Kan worden belegd door middel van een samenwerking met een professionele fondsbeheerder. Eén druk op de knop. En dit jaar al mooi rendement heb ik gezien, Menno, sinds 1 juli vorig jaar bijna 15%. Dus dat tikt gewoon lekker aan. Informatie daarover zal ik ook in de show notes zetten. Maar het is eigenlijk wel een ongewoon groot aantal mutaties wat jij vorige maand en deze maand doorvoert. Zegt dat iets over, of wat zegt dat over dit beursklimaat? Ja, het is sowieso, het is heel erg, stockpicking wordt steeds belangrijker. Wat je dus de laatste jaren ziet is dat je heel erg die tech sector, daar zit ook gewoon de sterkste dividendgroeiers. Dus dat is de mooiste vijver om uit te vissen. Een andere sector is industrial. Dus ook verreweg de zwaarst wegende sector in de dividendportefeuille. Daar vind ik gewoon de meeste kansrijke aandelen met een sterke dividendgroei voor de lange termijn. Maar het blijft gewoon vooral een kwestie van stockpicking. En ja, in elke sector, hoe slecht ook, zitten wel een paar van die pareltjes die toch gewoon eruit steken. Maar heb je een gevoel van, volgens mij vroeg Johan, wat is het, waarom juist nu? Want volgens mij, ik bedoel, ik volg je ook al sinds 2007 natuurlijk. Soms doe je echt lange tijd helemaal niets. En nu lijkt het alsof je bovengemiddeld veel doet. Is dat toevallig dat al die pareltjes nu boven komen drijven? Of is dat... Nee, zeker niet. Maar vaak is het wel naar aanleiding van een bepaalde koersbeweging. Bijvoorbeeld deze week klapte de beurs. Het voorbeeld is de dividendportefeuille zelf. 4% lager. Tuurlijk, je hebt altijd het idee om wijzigingen te doen. Maar als op zo'n moment die beurs een tik krijgt, dan is het voor mij een extra motivatie. Omdat dan de aandelen die je graag wilt hebben, dat zijn gewoon de topaandelen. Ja, en die in de regel noteren die vaak gewoon nabij hun hoogste koersen ooit. Daarvoor zijn het ook gewoon die superaandelen die je wilt hebben. Een goed voorbeeld daarvan is Lam Research. Die had ik tot vorige week helemaal niet op de radar om op korte termijn toe te voegen. Maar die koers die is dus gewoon van meer dan $1000 teruggevallen naar 700. En per toeval stuit ik er weer op. En dan wil ik dat gewoon gelijk doen. Dus even om te verduidelijken voor de luisteraars. De mooiste aandelen noteren tegen de hoogste waardering. En als er op de beurs gebeurt, gaan deze aandelen harder onderuit dan andere aandelen. Dus op het moment dat zij harder onderuit gaan dan andere aandelen, is het juiste moment om te switchen. Ja, ze gaan niet altijd harder onderuit, maar je ziet natuurlijk wel te hoger. Want als je zegt van 1000 naar 700 is min 30. Is extreem, Ik bedoel, de index is niet min 30 gegaan recent. Nee, absoluut. En daar moet je wel scherp op zijn. Dus hoe extremer de koersbeweging, hoe meer ik geneigd ben om te wijzigen. Maar in dit geval, er stond al een plannetje om vooral in Europa wijzigingen door te voeren. Omdat, dat blijft toch achter. Maar er zijn ook gewoon veel minder goede dividendaandelen te vinden. Dus daar ben ik mijn zoektocht begonnen. Alleen, dan kom je er toch achter. Heel lastig. En als je dan in de VS toch wat betere kanshebbers ziet, dan ga ik toch daar liever wijzigen.
En ja, daar hebben we een paar hele mooie nieuwe aandelen gevonden. En dan moet je natuurlijk ook een paar uitgooien en dan ga je die wissel maken. Maar wat je dus eigenlijk concreet doet is van dividendgroei van 0 tot pakweg 4-5%. Ga je gewoon aandelen met een dividendgroei van 10-15% per jaar. En ja, als je dat kunt combineren met een redelijk aantrekkelijke yield en goede vooruitzichten voor de middellange termijn, lange termijn. Ja, dan doe je gewoon een goede zet. Hij heeft natuurlijk wel veel tijd nodig, maar ja. Zo ben ik dus altijd bezig om die portefeuille nog beter te maken. Ja. Dat, en nou heb jij daar bij onze eindredacteur een verhaal van de week over ingeleverd, wat volgende week wordt gepubliceerd. Dus de abonnees op Beleggersbelangen die kunnen precies lezen wat jij eruit hebt gegooid en wat jij hebt toegevoegd. Ja. Dus dankjewel Menno en we gaan naar het volgende hoofdonderwerp. Voorkennis. Ja, Karel, jij bent een groot man die ook groot denkt. En 400 jaar aandelengeschiedenis wil jij nou, in pak en beet een kwartier proppen en daar de grote lessen uithalen. Nou, laat me zien hoe je dat gaat aanpakken. Nee, Karel. Klopt helemaal, Johan. Ik bedoel, je kan op twee manieren kan je beleggen. Je hebt de Menno-manier. Die levert sowieso het allerhoogste rendement op. Met als nadeel, het kost hem waarschijnlijk tientallen uren per week om te doen. En je moet echt je research doen. Maar er zijn ook manieren om een iets minder hoog risico, iets minder hoog rendement te behalen met veel minder tijd. En dat laat geschiedenis zien. Oké, ik wou zeggen, is dat de Karel Merks-manier? Volgens mij niet. Want je bent ook vrijwel continu met beleggen bezig. Klopt. Maar het is wel een manier die ik altijd volg, in de gaten hou en ook aan sommige mensen in mijn netwerk adviseer. En één ding vind ik heel erg leuk, het is research lezen. En aangezien het eerste aandeel in 1601 in Nederland genoteerd stond, uiteraard de VOC, kwamen al heel snel meerdere aandelen bij. Nummer twee was de West Compagnie. En de derde, het aandeel, was de walvisvangst. Maar ja, voor je het weet had je in Europa 100 aandelen. En toen kon je dus kijken van ja, wat doen die aandelen en wat leveren die aandelen op lange termijn op. Kijk, en het opvallend is, de afgelopen 100 jaar was er met de westerse aandelen gemiddeld 8% per jaar te behalen. Maar ja, dat was die eeuw daarvoor was het 7,5%, die eeuw daarvoor was het weer 8% en in die eeuw daarvoor was het weer 7%. Dus echt op de hele lange termijn kan je zo'n 7-8% rendement behalen met westerse aandelen. En het grappige is, op het moment dat jij 10 jaar lang 7% rendement behaalt, dan zit je niet op 70, maar op 100. Waar je net over had, rente op rente, dividend op dividend. De 70% is het niet, het is 100%. Dus we hebben nu 400 jaar historie waarbij het mogelijk is om elke 10 jaar je geld te verdubbelen. En het is relatief eenvoudig, want je gaat niet stockpicking, je koopt gewoon de hele westerse aandelenmarkt. Kijk, en heel soms zit het tegen. Dan heb je in een periode van 10 jaar heb je geen verdubbeling. Maar in jaar 11 tot jaar 20 krijg je dan 2 verdubbelingen. Dus op het moment dat je de tijd hebt, is het volgens mij echt de beste manier voor met laagste risico om het hoogste rendementen te behalen. En ik zeg heel duidelijk altijd westerse markten en niet de opkomende markten. En de reden is dat er in opkomende markten af en toe grote ongelukken gebeuren waarbij nooit meer herstel vond. Dus we hadden in 1917 de Russische revolutie. Ze gingen alle Russische aandelen in één klap naar nul. Toen hadden we de Maoïstische machtsovername in China. Ging in één klap alle aandelen naar nul. En mogelijk hebben we het een derde keer meegemaakt. Want wij in het Westen hebben alle Russische aandelen bevroren. Dus ik weet niet of ze ooit nog een keertje ontdooid worden. Maar als het niet zal gebeuren, dan zijn beleggers voor de derde keer hun geld kwijt. En in de westerse wereld, de ontwikkelde wereld, is dat nooit gebeurd. En als ik dan kijk naar die 400 jaar aandelengeschiedenis, dan vallen mij 4 dingen op. Dat is dat op het moment dat je een beleggingshorizon van 20 jaar hebt, dan is aandelen werkelijk het laagste risico van allemaal.
Je kan tussendoor kan je misschien een keertje halveren, maar over 20 jaar zijn je sowieso altijd hoger. Sparen levert wel rendement op, maar een groot gedeelte van de geschiedenis lag de inflatie lag boven de spaarrente. Dus kan je over 20 jaar minder goederen kopen dan nu. Dus op het moment dat je 20 jaar de tijd hebt, dan zijn westerse aandelen de veiligste die er is. Daarnaast, als je naar de data kijkt en je gaat analyses doen, dan denk je van, hey, moet ik nu beleggen of moet ik nu buy the dip doen? En er zijn heel veel onderzoeken geweest en de bekendste daarvan is, ik heb nu geld over, ik stap nu in. Of ik heb nu geld over en ik wacht tot een dip van 2%, ik wacht tot een dip van 5%, 10% of 20%. En altijd is de winnaar niet wachten op de dip. Koop nu, want het gaat er niet om om de markt te timen. Het gaat erom hoe lang je in de markt blijft zitten. En heel lang, heel soms duurt het een hele lange tijd voordat die 5% dip komt. En dan komt die 5% dip en dan staan we nog altijd hoger dan toen je wilde beleggen. Dus het gaat echt om tijd in de markt. Als ik daar een opmerking over mag zeker, maken. Ik vind het heel fijn, want anders tetter ik gewoon door. En ik heb liever een gesprek. Ja. Dan kun je even een slokje nemen. Nee, maar dat is dus ook precies met de dividendportefeuille, met die laatste aankopen. Twee van die drie aankopen, Lam noemde ik al. Nou, die was echt gewoon te ver gedaald. Was echt voor mij een no-brainer. Maar die andere twee ja, zijn gewoon dure aandelen die nog steeds nabij een all-time high noteren. Maar je kunt inderdaad wel gaan wachten tot er een keer echt veel van afgaat. Maar als het goed aandeel is, moet je het gewoon pakken met inderdaad die hele lange termijnvisie. We hebben het ook heel vaak over L'Oréal gehad. Altijd een duur aandeel. Ja, ja koop het maar niet. Het is een KW van 40 plus 50. Maar elk jaar stijgt die koers verder. Dus ja, komt er een keer een dip, dan sta je nog altijd hoger dan... Nee, klopt, want in de mondiale financiële crisis hebben we bij de S&P 500 666 bereikt. Die stand gaan we nooit meer halen. Nee, dat nee. Is nooit het. Meer. Nee. Dus gewoon kopen als je voor de lange termijn belegt. Ja. Fijn dat je het ook met de lessen van Karel eens ja, bent. Zeker. Maar een hele goede invulling. Karel, ga door. Les nummer 3. Dollar cost average werk. Dus het is op het moment dat je maandelijks inlegt. Dat is mijn favoriete manier van beleggen. Dus ik heb mijn vermogen, maar ik heb ook nog steeds... mijn salaris, wat ik van Johan krijg natuurlijk. En daar hou ik elke maand een klein beetje van over. En daarvan koop ik aandelen. En het is hartstikke leuk op het moment dat je elke maand aandelen kan kopen. Want er kunnen twee dingen gebeuren. Of de beurs stijgt, dan ben ik blij. Want dan verdien ik geld in mijn beleggingsportefeuille. Of de beurs daalt, dan ben ik ook blij. Want dan verdien ik op lange termijn nog veel meer beleggingen. Nog veel meer geld, met als reden... Je koopt tegen lagere koersen. Dus op het moment dat je nog niet je volledige vermogen aan het werk hebt... of je hebt in de toekomst nog inkomstenbronnen... altijd dollar cost averaging. Want je krijgt dan de gemiddelde kosten, gemiddelde prijs van de afgelopen jaar. Ja. Ik denk dat Menno ook zelf privé zo belegt. Ja, het is sowieso wat we met de dividendportefeuille doen. Alle dividenden die worden herbelegd. Dus dan blijf je door het jaar heen continu en altijd, kopen. Jij timet de markt niet, toch? Het is gewoon één keer per kwartaal op een vaste datum. Precies. Schuif je het in de markt. En als de koersen hoog zijn, heb je veel rendement met de dividendportefeuille. Hebben we een keertje een crash, ja, dan ben je blij. Want dat betekent dus dat je veel meer aandelen kan kopen van dat geld. En dan gaat op lange termijn het rendement omhoog. En ik heb ooit wel eens een keertje een artikel geschreven voor beleggersbelangen. Die column heette, wat als er nooit een financiële crisis was geweest? Dat heb ik met aandelen Unilever gedaan. Want aandelen Unilever hebben heel goed gepresteerd. Het bedrijf in de mondiale financiële crisis. Omzet ging omhoog, winst ging omhoog, dividend ging omhoog vanwege de opkomende markten. Beleggers hadden er geen zin in en strafte het aandeel 50% af. Met als gevolg dat je van die dividenden twee keer zoveel nieuwe aandelen kan kopen als voor de financiële crisis. Het gevolg was dat je met aandelen Unilever tientallen procenten extra rendement hebt behaald door de financiële crisis. Dus Menno belegt nu elk kwartaal zijn dividenden. Hebben we een keertje een crisis, nou ja, dan krijgt hij veel meer aandelen. En op lange termijn komt hij daardoor hoger uit. Dus met dat in je achterhoofd ben je dus blij met koersstijgingen en blij met koersdalingen. Helder. Dat was les 3. Ja, nummer 4. Kostenbesparingen is essentieel. Je moet natuurlijk wel, om het historisch rendement te kunnen behalen, is het belangrijk dat je niet te veel geld uitgeeft. Dus ik bedoel, die westerse aandelen
Die heb ik zelf ook privé naast al mijn individuele aandelen. Dat doe ik via de iShares Core MSCI World Usage ETF, hele mond vol. En die hebben een kosten van 0,2% per jaar, wat ik heel erg redelijk vind. Maar er zijn echt nog veel grotere stappen te maken. Dus ik bedoel, onze overheid vindt het belangrijk dat wij ook naast bij je werkgever ook zelf sparen voor je pensioen. Dus het wordt ook, gestimuleerd. Dus we hebben elk jaar heeft iedereen een financiële ruimte in Nederland. En bij pensioenfondsen wordt het niet volledig opgemaakt. Dus ja, op het moment dat jij tegen 49% belasting afdraagt in het hoogste schijf, krijg je meteen 49% terug op het moment dat jij het op een pensioenrekening zet. Dus dat is ook iets wat je op lange termijn altijd moet meenemen. Ja, en ik had Menno toegevoegd of gevraagd eigenlijk van beleg je ook in alle dividendaandelen? Nou, in vrijwel alle Amerikaanse dividendaandelen. Beleg jij ook zelf op deze manier, Karel, volgens jouw eigen wijze lessen? Ja en nee. Ik denk dat 1-2% van mijn portefeuille op deze manier is. Maar de andere is gewoon individuele aandelen. Dus ik had het erbij moeten zeggen, ik heb dus Frozen Orange Juice. Ik heb ook goud, wat ik in de intro heb gezet. En ik heb ook al die aandelen die ik hier in de uitzending over in de afgelopen jaren heb behandeld. Heb ik ook. Dus ik denk dat op deze manier beleg ik voor 2%. En voor de rest probeer ik ook gewoon de beste aandelen te noteren. Alleen je bent er, zoals men al weet, tientallen uren per week mee bezig. Ja. Buiten je werktijd en in de vakantie. Ja, dus, want behalve dat je er professioneel mee bezig bent, is het natuurlijk ook gewoon een hobby om en een sport om de mooiste rendementen te behalen. Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten. Ja. Net als Munger ga ik door tot mijn dood. Dan. Tot zijn 99ste was hij. Tot zijn 99ste in goede gezondheid. Hè? Met mooie. Ja, hij zat in een rolstoel, had een glazen oog. Dus okay, hij viel maar een klein beetje uit elkaar, Johan. Maar volgens mij was hij, zoals dat heet, goed bij de pinken toch tot ja, het einde. Ja, zijn geest was 100%. Hele slimme man waar je tegenop moet kijken. Ja. Ja, en zijn grote maat Warren, Warren Buffett, die doet het nog steeds, hè? Klopt, geloof ik, ja. 95, een paar jaartjes jonger. En hij houdt het nog steeds uit met zijn dieet van hamburgers en cola. Dus ik ben onder de indruk van hem. Ja, ja. Oké, we gaan naar het derde hoofdonderwerp toe. Voorkennis. Dat is het rondje levensvragen. En we hebben er een paar binnen gekregen die ik zal doorlopen. Maar we hebben hier wat publiek om ons heen zitten. Heeft een van de heren, want het zijn heren in het publiek, een vraag voor ons op dit moment? Nee, ik zie nee schudden. Nou, dan komen we gewoon toe aan de vragen die al via de mail binnenkomen, zoals iedere week. Nou, eerste vraag zal ik even kort op ingaan, omdat ik met Karel en Menno heb gecheckt dat zij daar dan weer net geen kaas van gegeten hebben. Dat was een vraag van Fred. En Fred vroeg een hele lange vraag. En eigenlijk kwam die erop neer. Ja, wat moet ik nou met het aandeel OSI? Want ik noemde het zelf al in de intro. Het bedrijf is veel aan de hand. Ik ga niet heel uitgebreid op die vraag in. In ieder geval ons advies, ook in de beleggingsbelangen van deze week, is om dat aandeel aan te houden. Dat doen we ook voor de Nederlandse voorbeeldportefeuille die we hebben. En blijven we dat volgen. En dat artikel over OSI, dat zet ik ook in de show notes. En dan was er een vraag van Thea binnengekomen voor Karel. En dat gaat over een aandeel wat jij volgt, Karel, ook al een tijd, Disney. Koopadvies, jij bent er enthousiast over. Klopt. Maar de koers die doet het niet zo geweldig. Nee, klopt. Dus wie heeft het mis? Karel of al die beleggers die er niks in zien? Karel heeft het mis, want op het moment dat ik een koopadvies geef en het gaat naar beneden, heeft de markt gelijk. Dus ik zat ernaast. Ik vind Disney nog steeds een heel mooi aandeel. Ik beleg ook privé in Disney. Volgens mij zijn er een aantal dingen heel erg belangrijk. Ten eerste, de omzet gaat elk jaar omhoog. Nou ja, dan weet je dus dat het bedrijf groeit. Als je dus kijkt naar de vrije kasstroom, die was bijna nul. Met als reden, ze investeerden veel te veel geld in de toekomst. Ze namen veel te veel bedrijven over.
En ze deden allemaal leuke projecten, dus ze hadden geen vrije kastroom. En vrije kastroom is het bedrag dat overblijft nadat alle kosten, uitgaven en investeringen zijn gedaan. Een paar jaar geleden was het genoeg volgens de CEO. En die zei van we gaan kosten besparen. Wat gebeurt er nu? Die vrije kastroom is de afgelopen jaren van 1, 2, 3, 4 uiteindelijk naar 8 miljard gegaan. Dus die loopt hard op. Dus we hebben nu 8 miljard vrije kastroom. Op 90 miljard beurswaarde, wat heel erg aantrekkelijk is. De markt gelooft er nog niet in. Maar uiteindelijk zijn de vrije kastroom is geen mening, maar het is feiten. Want de vrije kastroom is het geld, dus wat ik zei, wat overblijft. En wat overblijft gaat rechtstreeks naar de aandeelhouder toe. Gebeurt het vandaag niet, dan gebeurt het wel volgend jaar. Dus ik blijf zelf beleggen tegen Disney. En ik hoop dat ik met deze mooie cijfers de rest van de markt kan overtuigen om Disney wat hoger te zetten. Maar het is heel erg frustrerend. Want we zijn uiteindelijk gingen we van 200 gingen we naar 80. En van 80 gingen we weer naar 120. Nou ja, 40 plus 80 is 50% erbij. En nu zijn we weer volledig aan het terugkabbelen. En we hebben nu ook een draadje op het forum van beleggersbelangen waar ik heb aangegeven dat als het nog extremer wordt, dan wil ik zelf nog wat aandelen bij kopen. Maar dan moet de eerste koers nog wat lager. Maar ik geef sowieso een seintje wanneer dat moment is op het forum. Ja, helder. En er is een vraag binnengekomen van Nico voor Menno. En ja, Menno, je staat natuurlijk bekend om dat 70% van de dividendportefeuille Amerikaanse aandelen zijn. En alleen Nico vraagt zich af, Menno, wat is jouw favoriete Nederlandse dividendaandeel? Oeh, nou ja, goed, er zitten er nu nog, DSM is er net uit. Er zitten er nu nog twee in, Ahold en Wolters Kluwer. En ja, gewoon puur op basis van statistieken en natuurlijk dividendgroei, historie, is dat Wolters Kluwer. Maar dat is ook typisch weer zo'n voorbeeld van een duur aandeel, altijd duur, maar wat gewoon wel heel goed doet. En ja, waarschijnlijk met ASML. Dat is een andere. Die twee, dat zijn gewoon de twee mooiste, beste Nederlandse dividendaandelen. Waarom heeft Ahold wel de cut afgehaald en ASML niet? Explain yourself. Nou ja, jij zegt van we hebben twee aandelen nog. Dat zijn Wolters Kluwer en Albert Heijn. En je zegt de twee mooiste aandelen zijn ASML en Wolters Kluwer. Dus ik zeg, waarom dan wel Ahold en niet ASML? Nou, dat is eigenlijk heel logisch, want ASML heeft een minder lange dividendhistorie. En ja, het is ook gewoon een... in de Verenigde Staten, vind ik, heb je nog steeds de mooiste halfgeleide aandelen. Dus ASML is een mooi aandeel, maar ik vind ze niet zo aantrekkelijk als die Amerikaanse semiconductor pareltjes. Hè. We hebben de vier mooiste van de VS. Dus ene Nederlandse, ja, die... ASML heeft de laatste twee jaar... Ik denk dat dit pijn doet in Eindhoven, Menno. Veldhoven. Nee, maar dit is inderdaad een optiebarende uitspraak. Want het is toch wel een soort... iedereen vindt ASML het mooiste aandeel van Nederland. Ik bedoel, jullie vinden het ook een fantastisch aandeel. We zijn er als beleggers zo langer positief over. Maar toch dat er in Amerika niet één, niet twee, niet drie, maar vier aandelen zijn die in jouw ogen het beter doen. En nog wel een paar misschien hoor. Ja, ja. Nee, maar wat ook meespeelt, ASML is natuurlijk gigantisch qua beurswaarde. En daar ben ik sowieso een beetje allergisch voor. Hè. Natuurlijk uitzonderingen als een Microsoft, LVMH. Maar ja, hoe groter je wordt, en dat zie je ook bij ASML. De laatste twee jaar hebben ze het dividend maar met 5% verhoogd. Ja. Kan veel meer, maar die Amerikanen die blijven gewoon met dubbele cijfers. Jaar in, jaar uit, jaar in, jaar uit. Is daar ook veel meer een traditie, hè? Precies, ja, precies ja. Dat. En het is gewoon veel consequenter, beter voorspelbaar. En ook qua waardering, ASML is nu nog steeds duurder dan, 304 Amerikaanse aandelen in het dividendportefeuille. En dat moet je ook gewoon liggen. Als ik de keuze heb tussen een Nederlands of een Amerikaans aandeel, ja, dan ga ik eigenlijk altijd voor een Amerikaans aandeel. Om de bekende redenen. Maar goed, ASML is wel een van de mooiere Nederlandse bij veel brokers is het goedkoper om in Amerika te handelen dan dat ook, ergens anders op het moment dat jij een kleine belegger bent. Ja. En ASML is natuurlijk ook heel hard opgelopen de laatste jaren. En op een gegeven moment dan heb ik zoiets, dan had je erin moeten zitten.
En dan moet je niet op het laatste moment, zeker als die dividendgroei zo afzwakt. Dat zijn voor mij gewoon dan red flags. En nogmaals, het is gewoon een mooi aandeel, prima. Maar ik kies voor andere aandelen. Ja, nou, helder. Wat ik jullie net vergeten was, de vragen heel kort antwoord beide. Wat was het mooiste onderwerp, opvallendste onderwerp in het magazine wat deze week uitkomt? Want we verschijnen wekelijks. Dus iedere week wel een mooi artikel wat je geschreven hebt. Menno, wat was dat deze week voor jou in beleggersbelang? Dan zet je me even voor het blok, Johan. Ik wil eerst gaan, Menno. Ja, maar eerst. Ik bedoel, ik ben echt... het is lang geleden dat ik zo gefascineerd ben geraakt door een nieuw aandeel. Want we zitten natuurlijk in de energietransitie. We hebben veel te veel koolstof in de lucht. Ja. En dan moeten we voor 2050 moeten we daar wat aan doen. Ik bedoel, sommige mensen planten bossen aan. Anderen stappen over op andere energiebronnen. Ja. Die geen koolstof uitstoten. En daarnaast is er een derde optie waar ik echt heel enthousiast door ben geraakt. Het is koolstof direct uit de lucht halen. En ik verwacht dat deze techniek de komende jaren echt een enorme vlucht gaat nemen. En dat komt omdat overheden steeds strenger zijn voor de hoeveelheid koolstof die je mag uitstoten. Ja, dus als je koolstof wil uitstoten, heb je zogenaamde koolstofcredits nodig. Die kan je dus kopen op de beurs. Ja, of die koop jij je bijvoorbeeld bij een ander bedrijf die een overschot heeft aan deze credits. En elk jaar hebben we natuurlijk minder credits. Kijk, en dit bedrijf heeft onlangs de grootste credit deal ooit afgesloten. Dus Microsoft heeft gezegd, ik ga jullie een paar honderd miljoen geven voor deze credits. Ik heb dit aandeel gekocht en het is uiteraard alleen voor de abonnees van beleggers. Ja, maar we gaan deze tip van de week voor mensen die het interesseert wel in de show notes zetten. En maar je moet wel abonnee zijn om door te klikken. Dat bedoel, absoluut. Ik heb het zelf gekocht en ik denk gewoon dat dit een abonnementprijs waard is. Dus tegen de betaalmuur. En, Menno, wil jij nog iets noemen? Of ben je zo bezig geweest met het magazine van volgende week dat je deze week... Dat sowieso. Ik heb heel veel tijd gestoken in dividendportefeuille en de wijzigingen. Maar een artikel wat ik wel echt periodiek maak is de pagina Dividend Nieuws. Ja. En dat is dus eigenlijk gewoon de reden waarom ik op LAM researcher ben gestuurd. Want ik kwam de dividendverhogingen tegen die toevallig die week daarvoor was gedaan. Ja. Ja, dan duik je weer even in zo'n aandeel. En toen was het bij mij, wauw. Was het liefde op het eerste gezicht? Ja, ik heb ze dus jaren geleden al een keer getipt. Stonden ze $90. Ja. Ze zijn inmiddels naar de 1000 gegaan. Nu weer terug naar 700. Ja. En die koerstik, die had ik wel... Ik wist dat ze, de hele sector is natuurlijk gedaald. Die tik had ik even gemist. Ja. En dat was voor mij een wake-up call van, wow. Deze gaat in het dividendportefeuille. Okay, en dat is dus ook gebeurd. Prachtig, prachtig, Menno. Okay. En dan echt laatste... onderdeel van deze podcast. Waar kijken jullie uit voor komende week? Karel? Ik ben steeds meer onderzoek aan het doen naar de uraniummarkt. Want ik vind het echt reuze interessant wat daar aan de hand is. 70% van het wereldwijde uranium wordt in het oosten geproduceerd. Terwijl 70% ervan in het westen van de uranium wordt gebruikt. Dus het betekent echt dat er enorme geopolitieke risico's... Het oosten bedoel je dan China, Rusland? Of? Ja, de grootste uraniumproducent ter wereld is Kazachstan. We hadden natuurlijk Poetin die onlangs naar Mongolië ging. Mongolië is lid van het internationale strafhof. Maar heeft gezegd, je bent welkom. We houden ons niet aan het strafhof. Dus je ziet daar steeds meer... handel tussen die landen komen. 70% van het uranium wordt daar gewonnen. 70% gebruiken wij in het westen. Dus ik denk dat deze handel zeer sterk afhankelijk is van de geopolitieke risico's. Je hebt uraniumproducenten die alleen in het westen operaties hebben. En die aandelen ben ik nu aan het onderzoeken. Want mocht het geopolitiek een keertje echt aan de hand lopen en het uranium komt niet van oost naar west, dan gaan deze aandelen naar de maan waarschijnlijk. Dus daar ben ik lekker research over aan het doen. Ja, oké. Okay. Menno, waar kijk jij naar uit voor de komende week? Helemaal specifiek, niet specifiek iets of zo. Dus, nee, gewoon... Het is natuurlijk altijd heel spannend. Hoe doe je wijzigingen in een dividendportefeuille? Van kijk je vooral de eerste dagen heel erg. Wat gebeurt er? Ja. Tot nu toe gaat het goed, maar... Vandaag mooie beursdag, Menno. Zeker, zeker. Ja, dus we zijn goed begonnen, maar dat zegt natuurlijk helemaal niks. Nee. Gaat om die lange termijn en dan komt het helemaal goed. Oké. Okay. Nou, zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Bedankt Karel, bedankt Menno, bedankt luisteraars en kijkers. Volgende week zitten we weer in onze prachtige studio in Duivendrecht.
De presentatie is dan in handen van Marnix Kwee. En hij zit daar dan met Michiel Pekelharing en Jef Thijssen. Heeft u al vragen aan die specialisten, stel ze op voorkennis@beleggersbelangen.nl. Nog een keer bedankt allemaal en tot volgende week. We'll be right back.